Het is woensdag 21 december. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Burgemeester Arno Brok verlaat Dordrecht. Kerstkaart nog steeds populair. En twee unieke verjaardagen in Zwijndrecht. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Donderdag kan nog met een beetje regen beginnen, maar verder een droge dag met vanuit het westen, vooral in de middag ook af en toe een zonnetje. Temperaturen komen uit op zijn 8 à 9 graden. Ja, en de wind waait matig aan zee, vrij krachtig, een windkracht 5 uit het zuidwesten. Nou, hoe het lange kerstweekend eruit gaat zien, ga ik u zo meteen vertellen in het lange weerbericht. Arno Brok vertrekt als burgemeester van Dordrecht en is voorgedragen als commissaris van de Koning in Friesland. In 2010 werd Brok burgemeester in Dordrecht. Enkele hoogtepunten: het bezoek van de koninklijke familie aan Dordt tijdens Koningsdag in 2015. Hoe dichter bij Dordt, hoe mooier. En de intocht van Sinterklaas in 2011. Er komt altijd weer het kind los, hè, bij een intocht van Sinterklaas. Zo ook bij burgemeester. En nu dus naar Friesland, een provincie die hij kent. VVD'er Brok studeerde in Leeuwarden en was daar raadslid en wethouder. En ook was Brok burgemeester in Sneek. De voordracht werd vandaag bekend. De benoeming moet nog officieel worden. De burgemeester boven de partij. Voor het stadhuis in Dordrecht staat verslaggever Thijs Blom. Thijs, komt het vertrek van Brok als een verrassing? Nee, absoluut niet als een verrassing. Iedereen die burgemeester Brok kent, die weet dat hij het geweldig naar zijn zin heeft gehad in Friesland. Hij stak het niet onder stoelen of banken. Er komt een dag, dan ga ik daar met veel plezier weer terug. Ja, en in wat voor baan? Het liet zich raden. Eigenlijk van de zomer ontrolde het scenario zich al. Er werd een Facebookpagina opgericht. Brok moet terugkomen naar Friesland, want die provincie had een nieuwe commissaris der Koning nodig. Ja, en dan kwam de naam van Brok in de wandelgangen zo vaak voorbij dat zelfs collega's van Omroep Friesland mij al belde 2 weken geleden. Heb je het al gehoord? Weet jij misschien al wat meer? Ja, en dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Alleen het moment, dat is misschien verrassend. Want ja, hij gaat straks weg, februari, maart zo'n beetje. En dan is hij nog maar 7 jaar burgemeester van Dordrecht geweest. En dat is vrij kort. Ja, en wat heeft hij betekend in die 7 jaar voor Dordt? Ja, heel veel. We hebben natuurlijk hele leuke dingen voorbij zien komen. Als je me vraagt naar minder leuke dingen, ja, die zijn er bijna niet. En dat komt omdat de man eigenlijk geen vijanden heeft kunnen maken. Amper. Hij is ontzettend aardig. Hij is amabel. Hij is eigenlijk, ja, hoffelijk is misschien wel het goede woord. Deze man is zo vriendelijk. Hij staat iedereen altijd te woord. Hij heeft een eeuwige glimlach op zijn gezicht. Daar kan je eigenlijk niet boos op worden. Maar ja, er beginnen toch in dat populariteitsschilderij van hem wat basjes te komen de laatste tijd. We hebben bijvoorbeeld gezien dat hij keihard heeft opgetreden tegen coffeeshops, theehuizen, foute kroegen. Nou, dat wordt natuurlijk toegejuicht in de stad. Maar ja, vrij recent heeft hij ook een paar respectabele cafés aangepakt. Ja, en dat ligt helemaal niet lekker in de stad. En dat begint toch wat af te knabbelen van zijn populariteit. Dus ja, misschien is het moment wel gekomen om te zeggen, op je hoogtepunt moet je wegwezen. Dankjewel, Thijs Blom. En we hoorden het net al, het horecabeleid van burgemeester Brok van dit moment ligt onder vuur. De gemeenteraad vindt het te streng en eist vooral meer duidelijkheid. Want horecaondernemers staan vaak machteloos als er iets gebeurt in hun zaak. In café Scheffers aan de Groenmarkt ging vorige week vrijdag een groep mannen op de vuist. Hierbij werd gestoken met een mes. Burgemeester Brok besloot de zaak direct te sluiten. Ja, buiten een hele grote financiële strop was gewoon een dompen, want we hadden ons allemaal verheugd. Ja, kerstmarkt is gewoon supergezellig. December is een hele leuke maand om te werken. En je wordt gewoon bang. Je hebt gewoon zoiets van, ja, dat kan altijd nog een keer gebeuren, wat je er ook aan doet. Eerder ontstond er al ophef over de dreigende sluiting van café Sebus, waar iemand werd betrapt met drugs in zijn zak. Ook dit café heeft al jaren een prima reputatie. En de Dordtse gemeenteraad vraagt zich dan ook af of Brok niet doordraaft. Het is niet zo dat we zeggen dat de beleidsuitvoering van de burgemeester daarin verkeerd is. Het gaat ons erom dat daar veel meer transparantie in komt en wat we verwachten van die ondernemers uiteindelijk. Bovendien betekent een langdurige sluiting ook nog eens de ondergang van een café. Waar wij heel erg moeite mee hebben is als je een zaak langer dan een maand sluit, dat de consequentie is dat een ondernemer zijn drankvergunning kwijtraakt. En we weten allemaal, ondernemers zonder alcohol gaat op een gegeven moment gewoon failliet.
Brok gaat met de gemeenteraad kijken of zijn beleid moet worden aangepast. Zelf vindt hij de regels helemaal niet onduidelijk. Als er bijvoorbeeld een geweldsincident is, ja, dan ga je eerst op slot. Dan gaan we eerst kijken wat er echt gebeurd is. En als we dan zien dat je echt goed gehandeld hebt, dan ga je heel snel weer open. Maar ander voorbeeld, ja, als er cocaïne gehandeld wordt vanuit je zaak of vanaf je terras, dan ga je ook dicht, want dat wil ik niet. Maar de ondernemers houden vol, je kunt niet alles voorkomen. Dat kan niet en dat kan bij de supermarkt niet, dat kan bij het voetbalstadion niet. En sluiten ze die dan? Dat is het hem ook. Hè? Als horecaondernemer, je bent eigenlijk aan de goden overgeleverd op zo'n moment. En straks in Rijnmond Nieuws, baas boven baas als het gaat om kerstversiering. Velen versieren de tuin met kerst en dat doen ze heel uitbundig. Maar hier in Sliedrecht gaat het nog ietsjes verder. Nu is het nog donker, maar zometeen als het licht aangaat, dan zie je een zee van licht. We zijn benieuwd. Dankjewel Jan Roelof. Tot straks. Het is topdrukte bij het sorteercentrum van PostNL in Rotterdam. Deze week worden er miljoenen kerstkaarten verstuurd. Ondanks de digitale kaart en kerstwensen via social media is de kerstkaart nog steeds populair. Naar verwachting worden er dit jaar net zoveel kerstkaarten als vorig jaar verstuurd, namelijk 115 miljoen. In het sorteercentrum aan de Terbrechtseweg is het alle hens aan dek voor het postbedrijf. In de drukste week van het jaar mag er niets fout gaan, want alle kaarten moeten voor de kerst op de mat liggen. Ja, topdrukte. Het is echt een topweek. Alle machines zijn ingezet. TD'ers zijn ook maximaal ingezet om de machines maximaal te kunnen laten doordraaien. Er zijn extra mensen opgeleid. Juist om de machine zo te laten draaien, omdat we dat niet allemaal met onze eigen bezetting kunnen. Dus we draaien echt op dit moment op topdrukte. In 2005 werden er nog rond de 200 miljoen kerstkaarten verstuurd. Vorig jaar waren dat er 115 miljoen. Toch ziet PostNL dat die neergaande lijn is gestopt. Kerstkaarten versturen is weer hip. Je ziet dat we de markt beter houden wat we nu beter hebben. En dat de attentiewaarde van een kerstkaart steeds meer wordt gewaardeerd. Ja, ook door jongeren? Ook door jongeren. Er is een onderzoek geweest dat 61% van de jongeren ook vindt dat je eigenlijk geen kerstgroet met een app kan sturen. Dus daar hoort eigenlijk een kaartje bij. Mevrouw, is het voor een moeder leuker om een echte tastbare papieren kaart te krijgen in plaats van een appje? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ja, ik vind... U bent helemaal voor? Ik ben helemaal voor. En ik heb mijn kerstkaart al verstuurd naar iedereen. Dus... Nee. Waarom niet? Ja, ik stuur appjes en dingetjes. Geen kerstkaartje meer. Ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Ik vind als je, want het is al kerst, het is allemaal lekker ouderwets. Dus ik vind het, als je een appje stuurt, vind ik eigenlijk niet zo netjes. Wij blijven bij onze kerstkaarten. Heel leuk hè, zoiets tastbaars. Ja, en de post ergens plakken met je tong nog eventjes erlangs. Ondanks de topdrukte deze week zal alle gewone en kerstpost op tijd aankomen. Daar is volgens PostNL alles op gericht. We zijn maanden met de voorbereiding bezig en dan is het zover, dan is het spannend en dan vindt iedereen het ook wel leuk om maximaal mee te doen. We worden steeds ouder en Nederland telt ook steeds meer 100-plussers. Maar uniek is nog wel als twee dames op dezelfde dag in één gemeente 104 worden. Dit dubbele eeuwelingenfeestje vindt plaats in onze regio in Zwijndrecht. Zo, lukt ie. Kijk eens. Ja? Nou, fantastisch. Oh, nou. Kijk eens, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja? Ja, 104, ja. Je kunt het je eigen niet voorstellen. Ja. Maar ik voel me nog prima, tenminste zoals op heden toe. Want iedere dag is er één natuurlijk. Ja. En weet u dat er nog een dame in Zwijndrecht is die precies dezelfde leeftijd op dezelfde dag jarig? Ja, dat zei de burgemeester. Ja. Ja, geweldig hè. Mevrouw Meijer zometeen, mevrouw Van der Ree. En ik moet zeggen, we hebben heel veel dames, uiteraard, meestal dames, van 100 jaar en ouder hier in Zwijndrecht. Dus vruchtbare grond. Ja. Want is dat dan toeval of is het gezonde ouderdomsrecept Zwijndrecht? Ik denk dat familie om zich heen, niet te veel stress, niet te grote stad, maar wel geborgenheid bij elkaar vinden. Ik denk dat dat wel een goed recept is om gezond oud te worden. En dat zijn er, ik denk, meer dan 2000 en ouder in Zwijndrecht, in Heerjansdam. Waarvan een aantal ook nog zelfs zelfstandig wonen, dus zelfstandig thuis wonen. Dag mevrouw Meijers. Oh. Zo, nou kijk eens, ik heb mooi bloemen voor u meegenomen. Ja. Ja, heel wat hè. Feestje? Ja, zeker. Hoe viert u uw verjaardag? Gezellig. Alles komt zo'n beetje hierheen.
Dus ze gaat allemaal goed. En weet u dat er in het dorp nog een dame is van 104, ja, precies vandaag? Ja, dat heb ik gehoord. Hè. Ook 104, hè? Ja. Bijzonder. Ja, zeker. Ja, dan gaan we op naar de 105. En dan samen een feestje vieren? Ja, zeker. Als ik er ben. Op de redactie staat Frank Stout voor het Sportnieuws. Frank, Warner Haan wordt door Feyenoord na de winterstop verhuurd aan Excelsior. Ja, dat is hartstikke mooi nieuws eigenlijk voor alle drie de partijen. Natuurlijk voor Warner Haan zelf, die bijna een jaar uit de relatie was vanwege een knieblessure. Ja, bij Feyenoord zou hij sowieso weinig gaan spelen, aangezien ook keeper Kenneth Vermeer weer bijna helemaal fit is. En zo heeft Excelsior er dan een hele goede keeper bij. Een win-win-win situatie in Rotterdam. Op Rijnmond.nl zie je een heel gesprek met Warner Haan. En dan, de competities in de meeste sporten liggen stil, maar de korfballers uit onze regio komen nog wel in actie in het bekertoernooi. Ja, die zijn bezig met de achtste finales van onze eigen Zuid-Holland Korfbalcup. En gisteren stond er een herhaling van de halve finale van vorig jaar op het programma. Valto uit de Lier ontving KCC uit Capelle. Vorig jaar won Valto, dat speelt in het oranje nog verrassend van KCC. Maar nu heeft KCC de hele wedstrijd het initiatief. En dat is niet gek, want zij zijn de koploper in de hoofdklasse. We hebben ook goede individuele spelers, zoals deze Stefan Groeneweg, die eigenlijk normaal gesproken in de tweede zit. Terwijl Valto middenmoot eerste klasse is. Maar toch kan die club uit de Lier redelijk bijblijven. De hele wedstrijd is verschil een puntje of 4-5. Maar KCC speelt geduldiger. Zoekt beter naar de korte kans onder de korf. En dan wordt deze afgemaakt door Sven Wieringa in dit geval. De goed gevulde Sporto in de Lier ziet dan dat er niet weer een verrassing gaat vallen. En zo gaat KCC overtuigend naar de kwartfinale, omdat het uiteindelijk wint met 27-19. Vorig jaar hebben ze hier verloren in die halve finale. Dus dat zat nog wel een beetje erin. En zij gingen naar die wedstrijd toe, Valto, van nou ja, misschien kunnen we weer stunten. Uiteindelijk hebben we hem denk ik redelijk zakelijk uitgespeeld. We wilden positiviteit erin, nou, dat hebben we gedaan. We hebben met lef gespeeld, vonden we heel belangrijk. Het publiek laten zien wat we waard zijn en het KCC zo moeilijk mogelijk maken. En ik sta hier met een goed gevoel. Ik denk dat jullie ongeveer van de ploegen die er nog in zitten misschien wel de favoriet zijn. Oh, dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet wat er nog in zit. Ibanez volgens mij, die Hagen. PKC denk ik ook nog. Ik vind het ook gewoon een prijs. Dus als we hem kunnen winnen, graag. Ja, en de loting voor de kwartfinale is morgenavond naar Coag IJsselvogels. En dat zie je dan zo snel mogelijk op Rijnmond.nl. Dankjewel, Frank. Gaan we snel terug naar Sliedrecht, naar verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, want we willen nu wel eens zien hoe die kerstversiering in de tuin van Jan Stuyt eruit ziet. Kan het licht al aan? Nou, iedereen zegt, hij mag aan, jongens. Wow. Nou, dat ziet er feestelijk uit, meneer Stuyt. Kom er even bij, want het gaat hier allemaal draaien. Kijk even mee, er zijn allemaal huisjes hier en een skiliftje. Is dat ieder jaar zo'n enorm feest in die voortuin? Ja, zegt, dat kan je wel stellen. Maar ik ben een beetje aan het afbouwen. Want het was nog erger? Ja, aan de overkant daar. En het dak was allemaal versierd. Ik ben nu 70 jaar geworden en we gaan een klein beetje minder doen. Hè. Ja, want maar, dit zet je niet in een weekje neer, toch? Nee, 1 oktober ben ik hiermee begonnen. 1 oktober. En dan bijna elke dag werken. Ja. Wat vinden de buren ervan? Die vinden het wel leuk. Ja, ik woon in een hele goede buurt hier. En, zelf doen ze niet zoveel, maar ze vinden het allemaal wel mooi. Ja, want ik vraag dan, want kijk even mee, Ineke. Het loopt helemaal tot achter door, ook op de puiden achter, prettige feestdagen. Het is dit altijd al zo uitbundig geweest of niet? Ja. 15 jaar geleden of 20 jaar geleden ben ik ermee begonnen met een slangetje aan de dakgoot. En liever steeds meer, hè. Ja. En u gaat afbouwen. Wat gebeurt er met al die attributen dan? Nou, wat eronder staat, dat gooi ik weg. Maar die huisjes, die hou ik wel. Want dan gaat hier links, ga ik daar wel een beetje verder. Zo. Maar dit stoot ik af. Nou, we zijn getuigen van zeg maar het laatste jaar dat het er zo uitziet. En dit was ook wel een tuin die ook eerder door SBS uitgeroepen is tot mooist versierde tuin. Dus dit is wel een echte bijzondere tuin. Ik denk dat wij hem ook maar dat predicaat moeten geven. Dankjewel, Jan-Roelof. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Straks in 7 minuten de derde aflevering over het wel en vooral het wee van wijkcentra in Rotterdam. De andere locatie heb je beneden, heb je de huiskamer. En boven ga je biljarten. Nou, dan word je al gescheiden daardoor. Dus dat is helemaal niks. Ik vind twee keer niks.
Maar we zullen zien. Ik hoop niet dat er een koepeltje op komt, zoals Afrikanenplein. Er werd een koepel opgezet. En dan moet hij hier ook nog maar mee afwachten. Ik hoop het niet. Een hoop gemopper volgens mij straks in 7 minuten. Meer nieuws is te vinden op Rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder. Dag.